Goedemiddag. Dank voor de uitnodiging, dat allereerst. Met de IND is het zo een beetje als met het Nederlands elftal. Iedereen heeft er een mening over en iedereen weet het beter. En de voorstanders en de tegenstanders van de opstelling van de IND en de houding van de IND, die wisselen ook van tijd tot tijd met de wisseling van het politieke landschap. Krijgen wij ook andere adviezen vanaf de zijlijn. En dat heeft ons ertoe gebracht om zelf een filmpje te maken over wie wij denken dat wij zijn en wat wij doen. En daar wil ik eigenlijk graag eerst even mee beginnen, zodat jullie een beetje, voor zover dat nog niet het geval is, een idee hebben wie wij zijn en wat wij doen. Nou weet ik niet, moet ik ergens op richten? Nederland is een groot, klein land, dat, om ook in de toekomst mee te kunnen, de wereld nodig heeft. Voor de economie, de welvaart, voor de wetenschap. Nederland heeft internationaal talent nodig, net zoals overal in de wereld Nederlands talent nodig is. Tegelijkertijd biedt Nederland onderdak aan mensen die in hun eigen land hun leven niet meer zeker zijn. Aan de hand van het Nederlandse vreemdelingenbeleid en de internationale afspraken die daarin zijn vastgelegd, wegen we of iemand in Nederland kan blijven. Of niet. De impact van onze beslissingen op het persoonlijke leven van deze mensen is groot. Dat geeft ons een belangrijke verantwoordelijkheid. We doen er alles aan om zorgvuldig te werken en ons te blijven ontwikkelen. We verdiepen ons inzicht in landen, culturen en talen. Daardoor zijn we zeer deskundig in het voeren van gesprekken, het begeleiden van mensen en het beoordelen van informatie en documenten. We gebruiken nieuwe technologieën om het herkennen van identiteitsverhouden en mensenhandel. Wij zijn de IND. Ons werk is telkens dat ene verhaal. Aanvraag na aanvraag. Onze verantwoordelijkheid is groot. Voor al deze mensen en voor Nederland. Daar zijn we ons van bewust. Daar handelen we naar. Flexibel en adequaat in een snel veranderende wereld. Dat doen we nu en dat blijven we ook in de toekomst doen. Dat is de manier waarop wij naar onszelf kijken, in ieder geval. En die manier vertaald in wat cijfers, omdat wij natuurlijk vooral bekend zijn van asielzoekers, hoge asielinstroom. Maar eigenlijk is ons het grootste deel van ons werk bestaat uit andere soorten aanvragen. Naturalisatieaanvragen, mensen die Nederlander worden, mensen die hier komen wonen en werken, kennismigranten. Dus mensen die toegevoegde waarde bieden aan de arbeidsmarkt in Nederland. Mensen die nareizen, dat is een aparte categorie. Als een asielzoeker hier toegelaten is, heeft hij het recht om zijn gezin en zijn familie na te laten reizen. En waar het hier vandaag om draait, studenten, buitenlandse studenten die in Nederland willen komen studeren. Ongeveer 15.000 per jaar. Die allemaal de neiging hebben om in een maand of twee van de 12 maanden die we hebben in een jaar een aanvraag in te dienen en dan heel snel antwoord van ons te krijgen of ze mogen binnenreizen in Nederland en mogen blijven. Hiernaast hebben wij nog een categorie die eigenlijk substantieel een groot deel van ons werk uitmaakt. En dat zijn vergunningen die volgens de wet één keer in de zoveel tijd, één keer in de 3 jaar of in de 5 jaar verlengd moeten worden. En dat zijn er ook zo'n 50.000, 60.000 per jaar. We hebben een website.
En we hebben een callcenter en we hebben op 14 plekken in het land loketten waar fysiek contact mogelijk is met de IND. En dat brengt mij op het punt waar komen wij vandaan als organisatie. Wij zijn van oudsher een juridisch georganiseerde organisatie. Wij voeren een wet uit, de Vreemdelingenwet. En van oudsher hebben we dat op een juridische manier gedaan. En dat komt omdat alle beslissingen die wij nemen, en vooral de negatieve beslissingen, of alleen de negatieve beslissingen, die worden vaak voor de rechter gebracht en bekritiseerd of aangevallen. En dat maakt met terugwerkende kracht in zo'n proces, dat zo'n proces heel juridisch ingericht is. En er werken ook veel juristen bij de IND. Nou ben ik zelf geen jurist en ik wil ze ook niet beledigen. Maar juristen hebben niet de gave om begrijpelijke taal te schrijven of te gebruiken. En de IND staat daar ook onbekend, stond daar onbekend hoop ik. Ik hoop dat het al wat beter gaat. Maar wij schrijven vaak brieven. Als ik ze zelf lees, snap ik niet wat erin staat. Hè, of ik zou mogen blijven of niet. De rechter snapt dat, de advocaat snapt dat. Maar degene waar het eigenlijk om draait, de persoon die aanvraag ingediend heeft, die begrijpt het vaak niet. Tweede waar wij vandaan komen, is dat wij veel op papier doen. Als je een aanvraag bij ons indiende, en nog voor het grootste gedeelte van onze aanvragen, moet je dat op papier doen. En wij voeren een hele ingewikkelde wet uit. Ik zal jullie daar niet mee vermoeien. Maar er zijn ongeveer in de processen die wij uitvoeren 149 paden die naar een verblijfsvergunning kunnen leiden. En dat is super ingewikkeld. En dat hebben wij niet allemaal zelf bedacht. Maar dat komt uit de wetgeving, uit de politiek, uit de uitzonderingen die in de loop der jaren aan ons werk toegevoegd zijn. En dat moeten jullie maar van me aannemen. Dit is echt ongelooflijk ingewikkeld. En wat wij gedaan hebben in het verleden is die ingewikkeldheid getransporteerd naar de aanvrager en gezegd in sommige gevallen, nou, u wilt naar Nederland komen, hier krijgt u een aanvraagformulier van ons, vul dat alsjeblieft volledig in. En die aanvraagformulieren bestaan soms uit 29 pagina's. 29 pagina's met vragen die je moet invullen, bescheiden die je moet opsturen, diploma's die je moet laten waarderen hier in Nederland, et cetera, et cetera. En dat is natuurlijk niet meer van deze tijd. En dat hebben wij ons natuurlijk ook wel gerealiseerd. Dus wat zijn wij gaan doen? Wij zijn vooruit gaan kijken en hebben eigenlijk twee stappen willen nemen. En de eerste stap is geweest dat wij ons interne proces volledig gedigitaliseerd hebben. Dus onze eigen mensen werken alle aanvragen af in een systeem. En hebben daar in principe geen papieren meer voor nodig. We hebben ook geen papieren dossiers meer. En we hebben ook geen papieren archief meer. Dat hebben we... Daar hebben we wat lang over gedaan, want er was best een weg om daar te komen. Maar intern zijn wij gedigitaliseerd. Omdat die weg daar naartoe zo moeilijk was, zijn we daar even blijven stokken. Maar we zijn nu naar de volgende stap onderweg. En dat is dat we het aanvragen en het bekendmaken van de beschikking, de uitslag, dat we dat willen gaan digitaliseren. En daar zijn we mee begonnen. En wat wij ons daar zelf van beloven is dat wij minder telefoontjes gaan krijgen, dat mensen niet meer naar het loket hoeven, dat ze snappen wat ze met ons voor afspraken hebben gemaakt en dat we van die 29 pagina's aanvraagformulieren teruggaan naar 2 of 3 pagina's online in een formulier. Stap die dan ook achterweg komt, is... dat in die procedures van ons, en ook samen met jullie soms, als het buitenlandse studenten betreft, heel vaak dezelfde informatie ingevoerd moest worden door verschillende partijen. En dat willen wij ook niet. En soms, als we het van jullie gekregen hadden, hadden wij nog een batterij met mensen zitten die het ook nog eens over gingen typen en nog een keer opnieuw in ons eigen systeem gingen zetten. Dus waar wij op zoek naar zijn, is naast de digitale aanvraag, koppelingen met partners in de vreemdelingenketen, en daarbuiten, om gegevens 1 op 1 over te kunnen nemen. En dat betekent dat onderwijsinstellingen, als het gaat over buitenlandse studenten, eigenlijk partner in de vreemdelingenketen zijn geworden. En niet zomaar meer een tussenpersoon of iemand die wel eens met ons praat of overlegt en iets aanlevert. Nee, je bent deel uit gaan maken van de vreemdelingenketen. En dat is makkelijk. En ik zal daar straks nog op terugkomen. En dat is snel en dat is fijn voor die student die het nog maar 1 keer hoeft aan te leveren. Maar het legt ook een verantwoordelijkheid bij de onderwijsinstellingen die die informatie aanlevert.
Want op het moment dat jullie die informatie gaan aanleveren aan ons, dan willen wij en moeten wij ervan uit kunnen gaan dat die informatie volledig en correct is. Want wat we niet gaan doen, is op de oude manier nog eens controleren wat jullie dan aan ons hebben aangeleverd. Daar willen we vanaf. Dus die verantwoordelijkheidsdeling, toetreden tot die keten, die zit daar echt in. En dat is, de IND is onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dat is echt wel een cultuurdingetje bij ons ook, dat we partners van buiten die traditionele V&J-keten toelaten tot onze keten. En daar op gelijkwaardige manier mee om proberen te gaan en dienstverleningsprocessen proberen te verbeteren. Maar we willen nog een stap verder gaan. En we hebben lang gedaan, zei ik net, over dat intern digitaliseren, maar we hebben het wel goed gedaan. En dat betekent dat wij niet alleen de informatie van de klant of van de, in dit geval onderwijsinstelling, wij noemen dat referenten of erkend referenten, binnen kunnen gaan halen. Niet alleen de koppelingen met andere organisaties. Bij studenten is dat niet zo heel spannend, maar je kan je voorstellen, we willen informatie uit justitiële systemen hebben, of iemand een strafblad heeft, wat zijn inkomen is, hoe die er bij de Belastingdienst voor staat. Dat is ook nog niet zo spannend. Maar wij willen ook een aantal beslissingen gaan nemen waar geen mensen meer aan te pas komen. En die toelating van die buitenlandse student is eigenlijk een van de laagrisicobeslissingen zoals wij dat interpreteren. En die willen wij door de machine gaan laten nemen. En dat betekent dus op het moment dat de informatie gestructureerd bij ons binnen gaat komen in de toekomst, dat automatisch opgevoerd wordt in ons primaire systeem en op basis van die informatie die aangeleverd is, eigenlijk, ik mag het niet zeggen van mijn mensen, maar je hebt er straks nog 3 seconden voor nodig dan om via dat systeem een beslissing te nemen. En een van de grote klachten vroeger, ik weet niet of het nu nog zo is, maar ik geloof dat het wel beter gaat al, was waarom duurt het zo lang voordat de IND een beslissing neemt? Nou, dat zag je net in dat filmpje, omdat wij tot nu toe zaak voor zaak door mensenhanden laten gaan en laten kijken of de informatie die aangeleverd is, of die wel klopt, handmatige checks gaan doen, handmatig in andere systemen gaan kijken. Nou, die stap die gaan wij zetten met dit soort aanvragen om daarvan af te komen en de machine dat te gaan laten doen. Dat is wel nog een politiek dingetje. En de IND heeft niet alleen 14 miljoen bondscoaches of 15 miljoen bondscoaches, maar we hebben ook bewindspersonen. En anders dan bij andere overheidsdiensten is iedere fout die wij maken, is bijna meteen politiek. Als je een kleine fout in één zaak bij de Belastingdienst hebt, of bij DUO voor mijn part, ik geloof dat die hier ook een rol spelen, maar Dan leidt dat niet tot gedoe in de krant of gedoe in de Kamer. En dat is bij ons wel zo. Als stel wij laten op deze manier alleen maar door een machine nog gecontroleerd straks een buitenlandse student toe. En laat ik eens iets geks noemen in deze tijd. Hij blijkt toch andere bedoelingen te hebben dan te studeren. Nou, dat gebeurt wel eens tegenwoordig ook. Maar hij blijkt ook nog slechte bedoelingen te hebben. En het veiligheids- en het migratiedomein, dat vermengt zich steeds meer op dit moment. Dan is er een probleem voor ons. Dus wij moeten niet alleen uit kunnen gaan van de betrouwbaarheid van de informatie die aangeleverd wordt. Wij zullen ook zeker checks en balances in moeten bouwen. Steekproeven moeten nemen. Controles moeten doen achteraf. Handhaving moeten toepassen. Om dat systeem ook politiek geaccepteerd te krijgen. En dat is eigenlijk de fase die wij nu ingaan. We hebben de voorkant via een aantal proeftuinen gedigitaliseerd. Die werken ook. Die gaan we rond deze zomer gaan we die online brengen, ook vol in de aandacht zetten. Maar dat beslissen, zonder dat er nog iemand van vlees en bloed naar kijkt, dat moet nog in de politieke arena, moet dat nog besproken worden. En dat wordt spannend. En zolang dat goed gaat, dan zal iedereen zeggen, ja, goed gedaan Bert van Hoorn, want het levert geld op en gebruikersgemak. Maar zo gauw het misgaat, dan ben ik wel benieuwd wat er voor respons uit de samenleving en uit de politiek zal komen. Dus we gaan die e-diensten online brengen. En jullie hebben vast meegekregen dat er een migratiecrisis was afgelopen jaar. En waar iedereen tot nu toe zei van, nou, leuk idee, dat kun je doen voor studenten en kenniswerkers en nog wat lager risico vergunningen.
hadden wij eigenlijk in het begin het idee dat met asiel kun je niks doen. Dat is zo gevoelig, er zit altijd menselijke beoordeling achter. Nou, is zo'n verhaal nou waar of niet? Moeten we dat checken? En voldoet het dan aan de wetgeving? We hadden nooit het idee dat we daar elektronisch grote stappen in zouden kunnen zetten. Tot wij overvallen werden vorig jaar, nou, begon zo rond deze tijd, ietsje later, door soms 4000 nieuwe asielzoekers per week. Terwijl normaal was iets van op dat moment 200 per week. Het systeem volledig dicht liep. Niet alleen bij ons, ook in de hele vreemdelingenketen. En wij eigenlijk niet meer toekwamen op de traditionele manier om de intake te doen van asielzoekers. Nou, wat we toen gedaan hebben, en daar hebben we al even een paar maanden voor nodig gehad, maar is de kennis die we van de andere kant opgedaan hadden, van het online diensten ter beschikking stellen, hebben we getransporteerd naar de asielkant. En we zijn nu zover dat een asielzoeker zijn eigen intake invult op een machine op de aanmeldcentra in Nederland. Wie die is, krijg je ook geen discussie meer over de spelling van de naam van de meneer uit Syrië, waar die vandaan komt, wat zijn reisroute is geweest, welke familieleden dat hij nog heeft in het land van herkomst. Al dat soort informatie wordt op deze manier nu toegevoegd en rechtstreeks ingelezen in ons proces. Dus dat is voor onszelf wel een succes om steeds te zien dat we de scope van waar we mee bezig zijn kunnen verbreden. Nou even het bruggetje naar waar ik hier van ben. En dat is eigenlijk dat een naamgenoot van mij zit hier op de eerste rij, mevrouw Van Hoorn, studielink, 2 jaar geleden naar mij toe kwam en die zei, en zij heeft het ook aangesticht en verdient die eer ook. Wij willen koppelen met de IND, want wij zitten al die gegevens van die buitenlandse studenten in een papieren dossier te bewaren. Moeten we allemaal papieren formulieren naar de IND opsturen? Kan je dat nou niet digitaliseren? Nou, in het begin ben ik daar wat afhoudend in geweest, want ik dacht van ja, wij gaan eerst een portal bouwen voor individuele klanten. Ik wist ook niet precies wat dat nou was, dat Studielink, dus daar ben ik ook eens goed naar gaan kijken van wat is dat nou? Is dat nou een betrouwbare partner om toe te voegen aan onze keten? Daar ben ik ook best streng in geweest in het begin. Ik noemde dat, ik wil weten hoe robuust jullie zijn. Ja, maar zo nou ook weer niet begonnen. En ik wilde vooral weten, op het moment dat wij overstappen naar elektronische koppelingen of diensten, dan moet het werken. En ik wil niet de weg op die sommige andere grote uitvoeringsdiensten gegaan zijn, die zo afhankelijk van hun website en hun diensten geworden zijn, op het moment dat die site uitvalt of het product dat erop staat valt uit, staat het een half uur later op teletext en de volgende dag worden er kamervragen overgesteld, hè, SVB, UWV, Belastingdienst, DigiD. En ik wilde weten, nou, kan dat clubje nou, kan die een robuuste voorziening aan ons aanbieden, zodat wij ook uit kunnen gaan van dienstverlening die niet alleen kwalitatief goed is, maar die het ook altijd doet. En kunnen we afspraken maken, vastlegging, convenanten, hoe die samenwerking dan gaat, wat we doen met onderhoud, nou, et cetera, et cetera. Nou, dat traject zijn we ingegaan, dat hebben we doorlopen. En zoals alles bij VNJ duurt dat even, maar ja, vandaag sta ik hier ook om te kunnen vertellen dat die koppeling gerealiseerd is. En dat betekent dus dat een buitenlandse student 1 keer zijn gegevens aanlevert aan de onderwijsinstelling waar die gaat studeren, waar die zich inschrijft. Dat de gegevens voor de aanvraag van, van de verblijfstitel, de NBV in vakjargon, dat die meegaat in die informatiestroom. En we staan nu op het punt dat wij een pilot gedraaid hebben met 6 onderwijsinstellingen, waarbij die koppeling loopt tussen de onderwijsinstelling en de IND. En we staan aan de vooravond van de volgende stap. En dat betekent dat iedere onderwijsinstelling eigenlijk een system-to-system koppeling met Studielink kan aangaan. En vanuit Studielink worden de gegevens geautomatiseerd bij ons ingespoeld. En wordt er een beslissing binnen een paar dagen wordt er genomen. En dat is voor ons, is dat, en ik denk ook voor Studielink, is dat een geweldig resultaat. En dan kom ik op het deel van de managementtaal, er zit allerlei efficiëntiewinst op. Hè. Bij ons gaat dat mensen schelen. En ook aan de kant van de onderwijsinstellingen. Hè. Ik weet dat er in heel veel onderwijsinstellingen internationale bureautjes zijn, waar mensen met hart en ziel die dienstverlening leveren aan die studenten en aan hun eigen onderwijsinstelling.
En dat gaat vervallen, in ieder geval voor dit deel van het werk. Dus daar zit ook wel wat wrijving nog en soms wat weerstand. We doen dat dus stap voor stap. Eerst via die proeftuin met die 6 instellingen. Nou, die is goed geëvalueerd. Wij hebben zelf inmiddels acceptatie groen gezet op die ketenkoppeling. En die koppeling die kan dus wat ons betreft binnenkort gaan draaien. En dan moet er nog één ding gebeuren, en dat is ook een beetje waarom ik hier sta vandaag. Dan moeten onderwijsinstellingen aansluiten op die ketenkoppeling. En dat betekent dat jullie eigen systeem daarvoor gebruikt kan worden. Dat je het convenant met Studielink moet sluiten, denk ik. Ik denk dat het zo ongeveer werkt. En veel meer hoef je er niet voor te doen. En als dat zo is, dan kun je gebruik maken van deze voordelen. En nadelen zitten er eigenlijk niet aan, denk ik. En het gaat gebeuren. Ik ben eergisteravond naar Bruce Springsteen geweest op het Malieveld. Het was trouwens een geweldige avond en het was droog. En hij ging 3,5 uur los aan één stuk door. Maar ik dacht later, ik heb mijn kaartje op internet gekocht. Als ik het veld opliep, werd dat met een laserpen werd dat ingelezen. Ik heb mijn biermuntjes gekocht met mijn pinpas. Tijdens het concert staat echt iedereen met zijn smartphone filmpjes en geluidsopnames te maken. En toen ik een half uur na het concert thuis was, stonden de eerste filmpjes al op YouTube. En de recensie stond al op de online versie van de Volkskrant. Dus er is eigenlijk voor ons ook, dat hebben wij inmiddels ook wel begrepen, er is maar één weg als het gaat over be prepared naar de toekomst. En dat is deze dienstverlening. Ik wil er wel bij aangeven voor de IND, we hebben ook kwetsbare klanten. We hebben ook klanten die misschien moeilijker digitaal worden, die hulp nodig hebben. En eigenlijk in onze filosofie van die aanpak van die dienstverlening gaan wij ervan uit dat niet iedereen online zal kunnen gaan. Wij blijven dus andere loketten openhouden. Wij blijven telefonisch bereikbaar. Wij zullen ook fysieke loketten openhouden. En je kunt ons best een tijd... Sorry, je kunt ons best een tijd ook nog een brief sturen de komende periode. Maar wij willen hier wel naartoe. Omdat het beter is, omdat het sneller is en omdat het prettiger is. Morgen is er nog een workshop over Studielink. Ik geloof 00:30 was het geloof ik. Kijk even. 11:55 tot 10:50 precies. De Avans Hogeschool is de eerste hogeschool die een koppeling getest heeft tot nu toe, een system-to-system koppeling. Zij kunnen ook hun ervaringen in die workshop morgen met jullie delen. En ik wil eigenlijk afsluiten met jullie welkom te heten in de vreemdelingenketen. En jullie uit te nodigen om samen met ons stappen te zetten in het verbeteren van dienstverlenen. En in dit geval in het verbeteren van dienstverlenen aan buitenlandse studenten. Dankjewel.